Ja, welkom in ons boekenprogramma. Ik las tegen beter weten in filosoferen aan de afgrond van de Nederlandse filosoof Floris van den Berg. En ik heb de auteur hier zelf te gast. Welkom, dankjewel. Floris. Dankjewel, dank Jan. Om vanuit Nederland tot hier te komen. We gaan het over je boek hebben. En ook over je andere boeken trouwens. Maar eerst even over jezelf. Je doseert momenteel milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht. Het is misschien wel interessant dat je dat even nader toelicht, wat die cursus precies inhoudt. Is dat een unieke cursus in Nederland? Ik weet in elk geval in België niet meteen een equivalent. Hoewel we toch al decennia ook wel werken aan de universiteiten rond milieufilosofie. Maar zo'n echte cursus, environmental philosophy of iets in die zin, bestaat bij mijn weten nog niet. Ben jij de enige in Nederland die dit doet? Nee, in Nederland zijn er meerdere mensen op meerdere universiteiten waar environmental philosophy of milieufilosofie wordt onderwezen. Ja. Het is wel interessant dat ik ben niet verbonden aan de milieu, aan de filosofiefaculteit, maar aan de faculteit milieuwetenschappen. En daar doseer ik dan milieufilosofie. Want het is een interessant vakgebied, want het is natuurlijk filosofisch in die zin dat je met de normatieve vragen bezighoudt. Maar de input daarvan is hoofdzakelijk uit de milieuwetenschap. Ja. Kijk, want ik heb dus meer aan collega's die de laatste IPCC-rapporten of met andere milieudingen bezig zijn, dan aan een collega die een nieuwe vertaling van Aristoteles heeft. Natuurlijk. En welke filosofen gebruik je? Zijn dat mensen als John Muir of Thoreau of Arne Naess, zo al die mensen? Leuk dat je dat noemt. Die inderdaad, de drie filosofen die je noemt inderdaad. Maar milieufilosofie is misschien wel leuk om te zeggen. In de geschiedenis van de filosofie in de 20e eeuw heb je in de tweede helft van de 20e eeuw een toegepaste ethiek. En binnen de toegepaste ethiek is daar weer een afsplitsing van, of een specialisatie is milieufilosofie. Ja. En binnen de milieufilosofie heb je weer een specialisatie klimaatfilosofie. Dus het is een van de meest nieuwe richtingen in de filosofie. Dus er zijn wel voorgangers, maar eigenlijk is dit helemaal nieuw. Ook omdat de problemen natuurlijk helemaal nieuw zijn of van een andere aard zijn dan ze waren. Dus het is echt helemaal cutting edge en heel spannend. Je kan wel dingen gebruiken, maar je leest voor een deel, groot deel de modernste teksten. Ja, en het geeft zich geënt op bijvoorbeeld Silent Spring van Rachel Carson en het rapport van de Club van Rome, dus jaren 60, 70. Ja. Daarover is dan filosofische reflectie voortgekomen. Ja, eigenlijk kan je zeggen dat het rapport van de Club van Rome, begin jaren 70, dat het begin was van ook de milieufilosofische interesse in daarin. En Arne Naess, zoals je noemde, de Deep Ecology Movement, is een van de verschillende scholen die er thans zijn in de milieufilosofie. Ja. En ik voel me daar ook wel toe aangetrokken, al weet ik niet zeker of ik daar 100% toe behoor, maar voor een groot deel. Ja. En je studenten zijn eigenlijk studenten natuurwetenschappen in de brede zin van het woord? Dus geen filosofiestudenten? Natuur en zowel, we noemen dat duurzaamheidsstudies. En die heeft zowel een beta-component als ook een sociale wetenschappen-component. Ze zijn van beide kanten. Ze hebben in ieder geval geen filosofische achtergrond. Ja. En vaak is dat niet eens zo erg. Nee, wel, want ik wou het vragen, hoe reageren ze op die cursus? Ik geef zowel op bachelorniveau als op masterniveau les. En mijn cursus is zo een beetje berucht dat ze ook, in die zin, dat ze weten dat er moeilijke thema's aan bod komen, onder andere ook. En ook over zelfreflectie, dus over je eigen levensstijl. Ja. En dat veganisme bijvoorbeeld, of het nadenken over dieren, dat een belangrijke rol speelt. Dus het kan confronterend zijn voor hun eigen levenswijze, natuurlijk. Zeker. Ja. Nu, je schreef de voorbije jaren boeken over religie, atheïsme, ecohumanisme, veganisme, feminisme, naturisme, groen liberalisme. En recent nog een boek over de woke-beweging, want we zitten eigenlijk al een boek achter. Hè? Maar je hebt sneller geschreven dan ik kon lezen, dus hebben we het vandaag zo dadelijk over je voorlaatste boek eigenlijk. Maar je hebt bovendien ook bundels met essays, brieven, twee fictieboeken, brievenromans geschreven. En tegelijkertijd, her en der, noem je jezelf vaak lui.
En dat vind ik een rare uitspraak, want als ik zie hoe snel je er staat letterlijk, is het hier op de kaft of in een ander boek, ja, het is hier alsof de duivel je op de hielen zit, ben je aan het schrijven. En zo lijkt het wel, dus je productie is toch zeer hoog. Dus je kunt jezelf dan toch moeilijk lui noemen, of hoe moet ik dat interpreteren? Nou ja, dag is lang natuurlijk. En een groot deel van de tijd vind ik toch dat ik een beetje aan het lantenfanteren ben. Ja. En als je het mijn partner zou vragen, die zou zeer zeker bevestigen dat ik lui ben. In de zin van dat het huishouden een bende is. In die zin lui, ja. Maar ook, ja, dus als je denkt van ja, ik zit... Ik bedoel ook dat soort baan dat je hebt als academicus. Ik heb verder zo meer mogelijk managementtaken. Dus ik doe onderwijs en daarna mag ik doen wat ik zelf wil. Dus ik heb thuis ook net zo'n stoel als dit. Dus eigenlijk is eigenlijk wat ik een groot deel van de dag doe. In mijn stoel zitten, boekjes lezen, ja. En af en toe een stukje schrijven. Nou ja, en als je weet ik veel, een paar stukken per week schrijft, dan gaat het wel snel. Ja, maar je bent ook wel sportief en je doet yoga onder meer. Ja, onder, ja. Heeft dat te maken, als ik nog even over je biografie mag praten, ja, heeft dat ook te maken met het feit dat je een tijdje in Japan hebt geleefd en gestudeerd? Nou... Die yoga, of zie ik dat, of staat dat helemaal los van elkaar? Dat staat los. Ik wil zo over Japan al wat vertellen. Maar ik ben als filosoof ook... mijn levensfilosofie, mijn humanistische levensfilosofie... is dat ik lichamelijkheid ook belangrijk vind. In heel veel opzichten. En dat ik ook... ik vind het heel fijn om te zitten in een stoel. Maar ik heb mijn yogamat ernaast liggen. Ik moet niet te lang zitten, zeg. Dus ik probeer heel veel ook... De sporten buiten zijn, tussendoor, bewegen, door, ja. Yoga. Zoals mijn zoons doen nu aan fitness, dat doe ik ook mee. Ik loop een paar keer per week hard. Ik probeer daar die balans te vinden. Ja. Nu, Japan, je geeft het zelf aan, je wil er wel over praten. Nou, misschien moet je er toch iets over zeggen, want ik denk dat dat toch een invloedrijke periode is geweest in je ontwikkeling. Ja, maar dan, je kan ook een negatieve impact. Ja. Ik zie het als een, het klinkt stom, als een doodlopende weg. Ik ging Japans studeren, ook naast filosofie, op zoek naar wijsheid. Een van de dingen die Japan niet heeft, is de verlichtingstraditie van de vrijheid van de individu. In Japan is alles... collectivistisch. En dat heb ik daar meegemaakt en daar ben ik ook echt van, nou dat wil ik dus niet. En daar ben ik teruggekomen naar de westerse filosofie, met name de verlichtingstraditie. Wat ik wel in Japan heb en wat ik de positieve les heb, is de esthetische dimensie. De ontwikkeling van de Japanse esthetiek is in veel opzichten vele malen verder gevorderd dan hier. En daar heb ik me enorm mee verrijkt. Dus esthetisch heb ik me verrijkt, maar ethisch ben ik... terug naar... En je doctoraat gaat zelfs over, of ging over, individualisme, subjectivisme, het belang van het individu. Dus dat gaat helemaal in tegen die collectivistische mensvisie. Precies. En was dat een soort reactie op Japan? Of... Nou, voor die tijd had ik al dat vage vermoeden en dat ik me aangetrokken voelde tot verlichtingstraditie. Maar toen ik aan de lijve dat collectivisme onder ervoer, natuurlijk een heel op een, het heeft, ik heb geen trauma aan opgelopen, maar het botste met mijn waarde van. Maar kun je dat iets concreter maken? Hoe onderga je dat collectivisme dan? Nou, een van de dingen, ik deed daar ook, ik beoefende daar traditionele Japanse theeceremonie. En op een gegeven moment was ik met iets begonnen en toen werd de docent enorm boos. En als je dus... Een Japanse docent. Nou, een westerse docent die Japan is. En dat je niet weet waarom iemand boos wordt. En dat blijkt het te zijn omdat jij begonnen was. Dus zonder rationele... alleen maar op autoriteit basis dat iemand boos wordt. En dan moet jij dan excuses aanbieden. En daar had ik echt een... Dat ging tegen... Ik heb het gedaan. Dat lag je niet. Nee, dat... En ook bijvoorbeeld een van de dingen... 'S ochtends werd daar alle ramen stonden open in de winter. En ik deed dan 's ochtends... Nee, dat is koud hier. Doe de ramen dicht. Maar dat mag niet, want dat heeft iemand dan bedacht dat dat moet. En dan mag je, dat soort kleine dingen en dat de hele dag door. Denk ik, dat wil ik niet. Ik hou niet van autoriteit alleen maar op merites. Kijk, een docent heeft gelijk als hij gelijk heeft, maar als hij geen gelijk heeft, hij geen gelijk. Ja. Dat geldt ook voor mij. En dat in Japan heeft een docent altijd gelijk omdat hij docent is. En dat is botst met het verlichtingsdenken. En toen dacht ik, om...
goed te zien wat het nou, hoe dat nou zit, toen heb ik me dus in Nederland weer met de verlichtingstraditie bezig gehouden. En ik vind ook dat ik probeer daar een nieuw vorm aan te geven. Ja. Je verwees daarnet naar het belang van lichamelijkheid voor jou in je humanistische visie. Dat brengt mij tot je boek over naturisme, dat ik met veel plezier gelezen heb overigens ook. Ja. Maar misschien dus toch heel kort, kun je ons nog eens uitleggen waarom je geroepen voelde om daarover dan een heel boek te schrijven, over naakt kunnen mogen rondlopen? Nou, dat is een van de... in heel veel culturen is er enorm taboe op lichamelijkheid en met name op naaktheid. En eigenlijk is het een soort indicator van hoe vrij een samenleving is, in hoe soepel er met naaktheid wordt omgegaan. Zo op collectief niveau of ook als op individueel niveau. Hoe goed je in je vel zet en dat je naakt durft te zijn of naakt. Niet dat het hoeft, maar dat het kan. En dat vertelt ook wat hoe de relatie tussen man en vrouw is, of die gelijk is of niet, en hoe mensen daar anders op reageren. Dus het is een belangrijke indicator. Volgens mij hoort humanisme en naturisme natuurlijk bij elkaar. En nogmaals, het hoeft niet, maar het moet kunnen, zeg maar. En daarom, en sinds ik dat ontdekt heb, trouwens in Japan is naaktheid ook een behoorlijk taboe. En dat is wel interessant om te zeggen dat taboe is daar gekomen door de invloed van het christendom, van de missionaris in de 18e en 19e eeuw. Want daarvoor hadden ze dat eigenlijk niet. En die preutsheid die je dus nu ziet in Japan is eigenlijk 19e eeuwse christelijke preutsheid. Dat is echt... Merkwaardig, ja. We gaan even naar het boek waar rond het verder zal draaien. In essentie het boek Tegen Beter Weten In, Filosoferen aan de Afgrond. Het is een bundeling van 30 essays. Hè. Ze gaan onder andere over het werk van Etienne Vermeer, in Vlaanderen natuurlijk goed bekend, over Harry Mulisch, over migratie, islam, feminisme, de klimaatopwarming, dierenonderdrukking, veganisme, levenskunst, religie en nog een heel scala aan andere kwesties die jou al lang bezighouden. En sommige daarvan komen zo dadelijk aan bod. Maar mag ik nu uit de ondertitel van je boek Filosoferen aan de Afgrond, mogen we daaruit afleiden dat je de toekomst toch wel erg somber inziet? Ik citeer jou, je schrijft ergens letterlijk, ik ben een pessimist, ik geloof niet dat het goed komt. En tegelijkertijd doe je verwoede pogingen in boeken, lezingen, teksten, lessen, alsof je denkt dat het toch wel nog kan goed komen, want anders word je toch niet geleased of denk je toch, dit heeft allemaal geen zin. Ja, nou dat zijn twee, fatalisme is het idee dat het niet goed komt en dat je daaraan overgeeft. Dus in die zin, maar je kan ook strijdig blijven tot het einde, zeg maar. Strijden ten onder gaan. Ja, maar omdat je niet precies... Dus dat is dat positief. Ik ben lid van Amnesty International en een van de dingen die je doet is brieven schrijven van een dictator. Nou, je weet heus wel dat niet... En zal ze niet lezen. Nee. Maar toch is het überhaupt belangrijk om dat te blijven doen. En misschien, heel misschien, dat het één keer is ooit een heel klein beetje helpt. Dat is het idee. Dus niks. Maar de vraag is natuurlijk hoe je dat... meeste mensen worstelen inderdaad ook met dat ik met mijn pessimisten, of ik dat letterlijk meen of metaforisch, maar ik meen dat letterlijk. En het is ook interessant, ook met mijn collega's zijn dus allemaal milieuwetenschappers. Ik ben milieufilosoof en eigenlijk elk van de collega's hebben allemaal verschillende specialisaties. En op geen enkel vlak, of het nou om plastic vervuiling gaat, of om bossing gaat, of om CO2-uitstoot gaat, of noem maar op de hele scala, op geen enkel punt zit er verbetering in sinds de jaren 50. Sinds het Club van Rome rapport. Ondanks alle pogingen die we onder noemen. Als je dan tegelijk de grote indicatoren kijkt, de bevolkingsgroei en de CO2-uitstoot. Dan is er weinig kans dat het... weinig reden tot optimisme. Kijk, misschien dat het wel goed komt, dat zou fijn zijn, maar de indicatoren zijn allemaal de verkeerde kant op. Maar is dat zo? Kijk, ik ben natuurlijk ook geen expert en waarschijnlijk heeft niemand het totale overzicht. Nee. Maar er zijn toch ook, je kent dat boek van Hans Rosling en die website Our World in Data, of iemand als Steven Pinker zijn boek over Enlightenment. Ja, die ken ik allemaal. En ik associeer jou met mensen als Steven Pinker automatisch. Ja.
En die geeft toch aan armoede, analfabetisme, levensverwachting, zelfs mensenrechten, respect ervoor enzovoort, democratie. We maken hier en daar ook stappen achteruit, nu in Oekraïne bijvoorbeeld, en er zijn vele andere voorbeelden. Maar globaal gezien, laat ons zeggen, sinds de jaren 1800, mede dankzij het verlichtingsdenken, zijn er toch ook redenen om ervan uit te gaan dat we erop vooruit gaan. Zelfs wat de natuur en het milieu en biodiversiteit betreft, sinds de jaren 70, 80 van de 20e eeuw. Blijkbaar is daar ook veel discussie onder wetenschappers. Mijn punt is, ik ben het eens met Pinker, dat zijn feiten. Dus op heel veel punten is het voor mensen nu beter op de wereld dan het ooit was. Door technologie, mm-hmm, en ook door democratie. Dat is allemaal waar. Alleen het punt is dat het hele ecosysteem als geheel, dus de problemen die als dat op instorten staat. En ik heb het idee dat die mensen die, ja, ik noem ze maar even ecomodernist, dat die te positief zijn over die deeldingen, waar ik het helemaal mee eens ben, maar die dan kijken naar mogelijke technische oplossingen die misschien dat zouden kunnen doen, maar die het in de praktijk helemaal niet hebben, dan ik ben daar pessimistisch over. Maar bedoel, kijk, het maakt niet, als de mensen er optimistisch over zijn of pessimistisch, dat maakt eigenlijk niet uit als ze maar maatregelen nemen, zeg maar. Dus het is eigenlijk irrelevant of je een optimist of een pessimist bent. Dat weet ik niet. Is het niet ook een kwestie van, en misschien een taak van een humanist, om daar wat, je zou kunnen zeggen, voluntaristisch tegenover te staan? En zoals het ecomodernisme zegt, ja kijk, het komt wel goed als we het willen. Want als je pessimist bent, waarom zou je nog, als het toch allemaal naar de vaantjes gaat, terwijl de ecomodernisme zei, je moet investeren in nieuwe technologie en verder onderzoek. Maar überhaupt investeren in technologie, dat is misschien wel het punt, want ik noem het boek ook het omega-punt in de economie. Het punt in de economie betekent dat je verder gaat in een systeem wat zelf een probleem is. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik noemde, een fotorolletjesbedrijf, dat je heel veel ging innoveren op het moment dat we overgingen stappen op een ander iets. En misschien is dit die oplossingen waar we het in zoeken, ja, zijn die niet groot genoeg? Ja, misschien ook wel, maar laten we ze. Maar het is een goed voorbeeld, de omslag naar de zogenaamde groene. Ja, die zie ik niet. Ik zie dat niet. Nee, daar geloof je niet in. Hoewel we toch op 10 jaar tijd gigantische inspanningen hebben gedaan met toch al resultaten waar we niet om kunnen. Maar als je naar de mondiale CO2-uitstoot kijkt, gaat die nog steeds omhoog. Als je kijkt naar de ontbossing wereldwijd, gaat die nog steeds omhoog. Als je kijkt naar de verwachting is dat de bio-industrie vragen toeneemt, omdat ze in China ook vlees gaan eten. Daar word ik niet vrolijk van als ze dan ook nog een keer naar 10 miljard mensen gaan en die blijven ook op dit dieet. Maar nog, kijk, misschien gaat het goed, maar ik verwacht persoonlijk het niet. En ik vind het te makkelijk om te zeggen dat de technologie ons wel gaat redden. Ja. Dus daar is het belang misschien voor jou van zoiets als die deep ecology. Het moet veel meer gaan over een totale ommeslag in levenswijze. En niet zozeer de levensstandaard aanhouden en met nieuwe groenere technologie enzovoort. Ja, mens moet fundamenteel anders gaan leven. Ja, maar ik ben niet tegen moderne technologie of zo. Dat is alleen, ik denk dat het niet gaat redden alleen. Ook bijvoorbeeld met de populatiegroei. Ecomodernisme denk ik, we gaan pragmatisch vanuit dat we de wereld moeten voeden met zoveel mensen. De deep ecology mensen zeggen, ja, maar we moeten echt alles aan doen om die wereldbevolking niet zo ver te laten groeien. Dat zijn twee strategieën. Dus wat de demografie betreft, denk je ook dat de optimisten daar ongelijk hebben? Want er is daar ook demografen wel een ommekeer gekomen. Maar ze zeggen de mooiste optimistische zijn 10 miljard mensen in 2005. Daar word ik niet blij van, zeg maar. Nee, tenzij iedereen een goede levenskwaliteit geeft en die niet gebaseerd is op uitbuiting van dieren en natuur. Dat zou in principe wel moeten kunnen. In principe wel. Dus het aantal is niet per se een probleem. Nee, maar als je ziet dus ons economisch systeem waar we nu in zitten, dat is gebaseerd op consumentisme. En consumentisme betekent eigenlijk dat er geen grenzen zitten aan een aantal spullen of aan een spul die en als dat niet ingedampt wordt op een of andere manier, dan zit er
dan blijft dat doorgaan, dan blijft die druk op het milieu groot. Mm-hmm. De Nederlandse bijvoorbeeld, je kan het uitdrukken in ecologische voetafdruk. En in de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander, nu, ondanks al onze duurzaamheidsinspanning, is 3,7 planeet aardes. Dat betekent dat als iedereen leeft zoals de gemiddelde Nederlander leeft, dat je 3,7 planeet aarde hebt. Ja, nodig hebt. Nodig hebt. En die zie je dus niet naar beneden gaan. De mensen ze zeggen wel dat ze duurzaam zijn, maar het is heel moeilijk. En ik reken zelf ook mijn ecologische voetafdruk regelmatig uit. Maar het is heel moeilijk om die op één aarde te krijgen. Want je krijgt natuurlijk al strafpunt omdat je in Nederland woont. Omdat je de straatverlichting. Maar goed. En dan kom je op mijn volgende, de beste manier om in één keer je zo groot mogelijk stap te maken als individu, is om over te stappen op een plantaardig dieet. Dus, maar goed. Ja, dat houden we nog even vast. Dat houden we vast. Nu, alle problemen die je bespreekt, die hangen allemaal wel op een of andere manier met elkaar samen. Maar is er iets wat je zou kunnen uitpikken wat het meest urgente probleem is dat we moeten aanpakken? Of is dat een foute invalshoek? Te redeneren. Nou ja, ik noem het. Ja, daar verschillen we een klein beetje dus van mening. Dat ik denk dat we aan de afgrond leven. Dat we dus net als Pompeii, de stad Pompeii, dat we onder de Vesuvius. Er was een hele bloeiende stad, Romeinse stad. Kijk, en zolang die vulkaan niet uitbarstte, was het daar prima leven. En zo is het met ons ook. Zolang dat ecosysteem het nog houdt, is het prima leven. Maar als het dat niet houdt, dan gaan we naar de Filistijnen. Dus dat is het punt. Dus ik denk dat het grootste probleem nu, inmiddels is het probleem wel gauw verdubbeld de afgelopen weken. Want we hadden hadden we de ecologische crisis. Maar nu, als er een kernoorlog komt, dan is het weer twee problemen. Maar het ene is, aan het milieuprobleem kan elk individu wat doen. En aan de kernoorlog zijn er maar heel weinig mensen die daar wat aan kunnen doen. Dus als humanist zegt ik wil een positieve bijdrage doen, dan moet je toch voor die ecologische, denk ik, kiezen. Ja. En binnen het ecologische, kun je daar iets uithalen? Is dat global warming? Is dat stijgend geboorteaantal nog steeds wereldwijd? Ook al neemt het op veel plaatsen lokaal wel af. Ja. Vermindering biodiversiteit? Dat ligt eraan wat je als individu kan je verschillende dingen doen. Ten eerste ben je verantwoordelijk voor je eigen ecologische voetafdruk, dus of die, hoe groot die is. En ten tweede, wat jij met je tijd doet, of positief voor welke organisatie zet je in, of wat doe je. En dan heb je bijvoorbeeld dat het humanistische idee, of minstens wat ook, dat effective altruism, waar je in kan zetten. En een van de dingen die heel erg helpt, is je inzetten voor, ik geloof de Marion Stope Foundation, om in te zetten op humanistische voorbehoedsmiddelen wereldwijd, om te zorgen dat er minder mensen komen. Want dat helpt. En dat op humane wijze. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, zoals ik zei, alles hangt met alles samen. Want ja, mensen zomaar anticonceptie bezorgen, dat op zich helpt misschien niet zoveel. Maar bijvoorbeeld wel het onderwijsniveau van meisjes wereldwijd verbeteren. Ja. Dat geeft automatisch een effect dat er minder kinderen geboren worden of dat ze pas later, op latere leeftijd, een eerste kind krijgen enzovoort. Hè. En je kan ook natuurlijk denken aan, maar dat we over onderwijs hebben, van dat we nadenken, en dat zou ook een mooie rol zijn voor humanisten, wat nou de moeite waard is in het leven. Of dat meer spullen zijn, of dat je een heel dingen die een groot ecologische voetafdruk hebben, of dat je dingen, dat je gewoon gaat wandelen in het bos met vrienden en een boekenclub hebt. Dat soort dingen in een klein huis. Ja, iets wat een lage ecologische voetafdruk vertegenwoordigt natuurlijk. Hè. Ik moet toch even met jou bij de oorlog in Oekraïne nu blijven hangen. Op het moment dat wij hier samen zitten, is die een dag of 10 geleden gestart. Uitgelokt door Poetin, denk dat we het daar wel over eens zijn. Nu, ik vermoed dat jij in wezen pacifist bent. Dat is hetzelfde. Ik worstel een beetje mee. Ik weet niet of je Bertrand Russell. Ja, je kent Bertrand Russell. Bertrand Russell had hetzelfde. Was een pacifist, altijd tegen kernwapens. Maar soms ben je door genoodzaakt om toch. Ik weet het niet. Ik zou mezelf niet gauw aandienen als vrijwilliger in het leger. Maar ik ben ook niet een pacifist. We zijn niet tegen de verdere bewapening van de Oekraïners. Dat denk ik niet. Nee, omdat, wat moet je anders? Ja. Precies. Op dit moment, ja.
Oké, maar het is moeilijk. Het is moeilijk, ja. Ja, we komen in een spagaat terecht als het ware. Ja, maar ja. Bedoel, ik ben wel bereid om, ik ben niet zo destructief om te zeggen van we moeten dan maar niks doen, zeg maar. Dus. Nee. Een van de thema's in dit boek, maar je hebt er ook afzonderlijke boeken over geschreven, onder andere Hoe komen we van religie af, is dus religie. Hè? Het is een van je grote thema's. Ja. En je bent een mag ik dat zeggen, een vrij fel criticus van religie. Ja. Misschien moet je ons toch even uitleggen wat het kernprobleem is. Want heel veel mensen, ook humanisten, ook ongelovige mensen, ook progressieve mensen, kunnen er wel in meegaan dat natuurlijk de radicalere stromingen binnen religie en de dogmatische aspecten eraan, dat is allemaal wel problematisch. Maar voor de meerderheid van mensen die religieus zijn, ja, die zorgen voor geen problemen. Dus let it be, laat die mensen hun leven leiden. Dus er is nogal een langmoedige houding van heel veel mensen. Ja. Tegenover religie, die zelf niet gelovig zijn trouwens. Of sterker nog, die misschien zelfs denken, religie kan zelfs positieve aspecten hebben. Hè. Dus Daniel Dennett noemt dat zijn mensen die geloven in geloof. Hè. Ja. In de kracht van geloof, ook al zijn ze het zelf niet gelovig. Maar jij ziet dat duidelijk anders. Ja, nou ja, ik ben als ethicus vooral gefocust op leed in de wereld. Van wat zijn nou dingen die leed veroorzaken? Leed, en de tweede ook trouwens wat waard. Maar met name eigenlijk ben ik als ethicus geïnteresseerd primair in onnodig leed. En leed kan ook betekenen dat je gedwongen wordt zo te leven als dat je niet had gewild als je een betere keuze had kunnen maken. En religie door de bank genomen en wereldwijd en historisch is een groot obstakel geweest voor de vrijheid van het individu. En met name ook dan weer voor vrouwen, maar ook voor andersdenkenden. En het is dus niet terecht, denk ik, om religie op zichzelf te bekijken door een progressief religieuze bril, zoals dat nu de niche is van een aantal mensen die hier nu leven. Dat is een pas pro toto, dat is ook een drogreden natuurlijk. Maar ik heb als liberaal geen bezwaar tegen als mensen religieus zijn, als ze daar niet toe gedwongen zijn als kind, als ze goed genoeg onderwijs hebben gekozen en als ze de vrijheid hebben om eruit te stappen. En dat is bij een heleboel religies niet het geval. We zijn hier in Antwerpen, ik zag nu ook weer, je komt op het station, je ziet Joden. En natuurlijk heb ik niks tegen Joden, maar wel hoe zij hun kinderen opvoeden in een kerk. En wel dat zij hun jongetjes besnijden, want dat is gewoon kindermishandeling. En ik zie een Jood op straat, denk kindermishandelaar. En dat zie ik. Natuurlijk niet hoe zo'n man mag zich precies kleden en moet er met rust gelaten worden. Maar hij moet zijn kinderen met rust laten. En dat accepteren die mensen. Hier, ik word dan gelijk weer een beetje. Dus, maar die progressieve mensen, die slaan daar niet op aan. En die zien dus dat leed over het hoofd. En dat is dus, als ethicus ben ik daar heel scherp op dat onnodig leed wat dat is. En of het nou uithuwelijking is of noem maar op. Ja. Leed. Nu, hoe zou het komen, heb je daar een idee over, dat religie 250, 300 jaar na de verlichting, na godsdienstkritiek van mensen als Spinoza, ja. Voltaire, ja. D'Holbach, noem maar op, de wetenschap natuurlijk ook, denk aan Darwin en ga zo maar door, scherpe critici van religie à la Bertrand Russell en noem maar op, dat religie als het ware niet verdampt is, dat niet gewoon uit de wereld, uit de geesten, uit de breinen van mensen, uit de samenlevingen is verdwenen. Voor je daarop antwoordt, nog even die bedenking. Het zou natuurlijk kunnen dat pas in onze tijd het begint te veranderen, want er zijn nu samenlevingen, België, Nederland, Scandinavische landen, waar religie is nog aanwezig natuurlijk, maar is nauwelijks nog van betekenis tot op zekere hoogte. En zelfs in de Verenigde Staten is de laatste 10, 15 jaar lijkt het alsof religie in vrije val is. Hè. Iets wat in West-Europa zich sedert de jaren 60, 70, 20e eeuw heeft ingezet. Maar bon, als we het globaal bekijken, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, is religie nog altijd zeer dominant, nadrukkelijk aanwezig natuurlijk. Dus hoe kunnen we dat begrijpen, dat zelfs na 200, 300 jaar toch harde religiekritiek religie dat nog altijd bestaat? Ja, maar een van de dingen waar ik zelf van mening over veranderd ben, was dat ik een verlichtingsoptimist was. Zoals ik denk van, nou ja, je laat mensen, je vertelt
de best mogelijke argumenten, je laat alles zien en dan komen we zelf tot de conclusie. Je zegt dus 1 en 1 is. Ze gaan gewoon jouw ideeën overnemen, als je ze maar helder uitlegt. Ja, als je het maar helder uitlegt. Maar na enkele decennia lesgeven, publiekslezingen geven en überhaupt de levenservaring, geloof ik daar niet meer in. Ja. Ik geloof niet meer in dat mensen, als ze dus als kind al eigenlijk of in een bepaalde setting zitten, dan ze hebben geleerd 1 en 1 is 3 en jij legt ze 100 keer uit dat het niet zo is, dat ze dat niet gaan zien. Dat is de onderwijs ook maar, of überhaupt het schrijven van boeken, of het schrijven, dat het maar heel beperkt is. In ieder geval qua rationaliteit, want irrationele boeken hebben een groter appeal dan rationele boeken. Kijk maar in willekeurig welke boekhandel, de esoterie en de spiritualiteit en de religie, dat zijn veel groter dan de boeken van jou of van ons. Dus ik geloof daar niet meer zo in. Het zou kunnen, kijk. Maar ja, we doen het. Dan moet je toch, als je dat zou willen, moet je toch de samenleving anders inrichten. En dat betekent dus vooral andere scholing. En dat is echt met critical thinking al op de peuterschool beginnen. Ja. Maar zou het ook niet te maken hebben met het feit dat religie zich als het ware ent op psychologische mechanismen die wij sowieso hebben? Ja. En die je dus moeilijk uitkrijgt, want we hebben ze nodig voor allerlei andere zaken. Hè? Ja, maar en religie kaapt dat als het ware. Ja, en dat vind ik dus de taak van het georganiseerde humanisme. Om te kijken van die psychologische en sociale functies die religie vervult, om dat op een seculiere manier in te vullen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik voor een deel kunst, die heeft dat natuurlijk ook. Maar er blijft altijd toch blijkbaar mensen die groeps... Dat groepsmentaliteit blijkt heel sterk. Maar ook die kan je af. Kijk, wij zijn ook allebei mensen. Vrij normale mensen, dat hoop ik. Maar wij zijn toch niet die religieuze behoeften. Nee. Wel op dezelfde sociale behoeften. Ja, maar hoe zou het komen dat in Nederland, Scandinavië, België, zelfs in de Verenigde Staten, dat mensen die aangeven niet religieus te zijn, niet in een god, niet in het bovennatuurlijk te geloven, dat de voorbije 30, 40, 50 jaar toch sterk gestegen is. Waaraan hebben we dat dan te danken? Ja, dat is een sociologische vraag, maar het schijnt natuurlijk wel vooral dat als de mate van vrijheid toeneemt en ook nog welvaart toeneemt, dat dan de religie een beetje verdampt. Maar dat wil niet zeggen dat, kijk, als mensen niet religieus zijn, het gaat natuurlijk om dat ze rationeel zijn. Hè? Dat is natuurlijk, kijk, religie was één van de vormen van irrationaliteit. En nu zijn mensen dan misschien wel niet religieus meer, maar ze hebben een hele, dat zag je toen met de coronavirus, hoe mensen ontsporen als het eventjes een beetje tegen zit. En dan gaan ze misschien niet religieus zijn, maar Wappie is natuurlijk ook gewoon een religie. Van New Age tot complotdenken. Het is heel moeilijk voor mensen om binnen de lijntjes van de reden te blijven en ook om te accepteren dat ze dingen niet weten of dat het moeilijk is. Want mensen willen jij weet dat meer van dan ik, mensen willen makkelijke verklaringen die spannend zijn, goed in het gehoor liggen en die willen niet hoeven bestuderen en met probabiliteit en dat kunnen ze allemaal niet duiden. Ja. Vind je momenteel toch in elk geval de laatste decennia de islam meer problematisch dan het christendom? Nou, dat Want ligt je, aan waar je schrijft over wat je noemt in navolging van polkultuur, theoterrorisme. Ja, we kunnen daar natuurlijk niet omheen dat er heel wat terroristische aanslagen gepleegd zijn door moslims of zelfs in naam van de islam, waarover gediscussieerd wordt natuurlijk. Ja, dat denk ik dat inderdaad dat islam momenteel gewelddadig is en een grotere vijand of voor vrijheid van meningsuiting is dan religie. Je kan een spotprint van de paus publiceren en dan krijg je een paar boze brieven, maar niemand durft nog een spotprint van Mohammed te doen, omdat er een reëel risico is, niet alleen maar theoretisch, maar een reëel risico is, dat er dus moslims bereid zijn om te doden. En niet een handjevol, maar blijkbaar een groot deel. Geert Wilders, in Nederland politicus en in islam criticus, die is al meer dan 10 jaar in beveiliging. En alleen maar door moslims de dreiging. En dat is dus wel, dat zegt dus iets over het gevaar, reële gevaar van islam in de samenleving of voor de liberale democratie. Ja.
En wat met vrouwenrechten in de islam ten opzichte van het christendom in onze tijd natuurlijk, ja, dus niet eeuwen geleden. Je schrijft er ook over en ook in je boek De Vrolijke Feminist ga je erop in. Hoe erg is het gesteld? Ja, hoe, dat is inderdaad, nou ja, dat, kijk, dat is wel grappig, dat je, hoe erg is het gesteld om aan de filosoof dat te vragen. Een filosoof put altijd uit de bron natuurlijk, want ik doe zelf geen primair onderzoek. Dus, maar als ik dus zie wat sociologische studies laten zien over de positie van vrouwen in de islam, is dat doorgaans schokkend, zeg maar. Dat is vooral nu in Nederland nu. Ik bedoel, nog steeds is het zo dat in Nederland moslima's hebben heel veel moeite als ze zouden willen trouwen buiten hun eigen geloof. Überhaupt seks voor het huwelijk, allemaal problematisch. In Nederland, ook meisjes uit Somalië, zeg maar, die worden uitgehuwelijkt nog steeds, mag niet. Vrouwbesnijders mag in Nederland ook niet, maar dat gebeurt wel dan in de zomervakantie in het buitenland. Ja, dat zijn allemaal echt eervraak komt weer voor in Nederland. Dat zijn allemaal dingen om van te huilen, zeg. Ja. En wat ook niet helpt, hè, beschrijf je, is het feit dat zelfs progressieve feministen, of waarschijnlijk progressieve feministen, toch eerder de islam zullen steunen dan jouw kritiek zullen onderschrijven. Ja. Hoe kunnen we dat begrijpen? Ja, er is dus iets gebeurd in het feminisme volgens mij een foute afslag is genomen. Dat zeg maar na Simone de Beauvoir met de tweede sekse, zeg maar na de jaren 70, de seksuele revolutie, is een deel van het feminisme, eigenlijk het dominante deel van het feminisme, is de postmoderne kamp ingeslagen, richting cultuurrelativisme, waarin ze eigenlijk hun eigen staat buiten en eigenlijk alle principes weer overboord gegooid hebben. En dus mijn feministische boek, de Vrolijke Feminist, is het idee om dat klassieke liberale feminisme weer te herpakken, wat je ook bijvoorbeeld bij Griet van der Massen ziet, tegen dat postmoderne feminisme in wat hun eigen of haar eigen principes overboord heeft gegooid. Wat ik echt heel kwalijk vind. Ja. Is dat iets wat je opraapt in je allerlaatste boek, wat ik dus nog niet gelezen heb, over de woke-beweging? Want dat lijkt mij daar wel bij aan te sluiten. Dat sluit erbij aan, maar dus het intersectionele feminisme, zoals dat dan heet, het postmoderne feminisme, ja, dat ziet dus als het grote kwaad het Westen, eigenlijk alles het Westen, inclusief met name het verlichtingsdenken, en dat dus rationaliteit een van de paradigma is wat wij dan op vrouwen drukken dat is alles kwaad. Maar het is wel interessant dat een van de inspiratiebronnen van het intersectionele feminisme is een man, en dat is natuurlijk Michel Foucault, en ook niet alleen een man, maar een misogyne man, die zelfs geen vrouwen dulde in zijn colleges. En dat is nou juist weer de bron, ja, zo zijn dingen echt heel raar, inspiratiebronnen voor het intersectioneel feminisme. Ja, in het Vocabulary, dat is mijn meest recente boek, heb ik kritiek op woke. Want dat, en het woke-debat is eigenlijk het, dat intersectionele feminisme was tot voor kort, tot 5 jaar geleden, een niche, ook op universiteiten. Dat was er wel, en het werd gedoogd, maar niemand trok zich wat van aan. Het zat in hun eigen navelstaderigerij, want niemand kon het lezen vanwege dat verschrikkelijke postmoderne jargon, maar dat is mainstream geworden. En nu is het heel raar dat het lijkt of dat die extreem linkse, haast communistische ideologie wordt uitgerold over de hele. Dat krijgt nu momentum en dat loopt risico om uitgerold te worden over de bredere maatschappij. En dat is dus bijzonder gevaarlijk. Maar kan die hele gedachte van intersectionaliteit niet ook net aansluiten bij hoe jij over de dingen nadenkt? Omdat onderdrukking van vrouwen, onderdrukking van dieren, onderdrukking van de natuur, onderdrukking van minderheden, het hangt ook allemaal samen op die manier. Dus, en dat zou net iets zijn waar jij dan... Ja. Dus het ligt eraan hoe je het interpreteert. Ja. Het is een interpretatiekwestie. Nou moet ik wel zeggen dat het intersectioneel feminisme, dat is grotendeels nog steeds antropocentrisch, of dat is, moet ik zeggen, vrouwcentrisch dan. En die hebben niet dieren erbij ingetrokken. Dus dat is een van mijn kritiek ook van als jullie dan zo intersectioneel zijn. Dat is de blinde vlek. Dat is de blinde vlek.
Dus, maar je kan het positief draaien, dus ik hoop dat ze dat zo bedoelen. Maar dan moet je bijvoorbeeld een van de dingen, de risico's die in dat postmoderne feminisme of in de woke-beweging zit, is dat als je objectiviteit en rationaliteit ziet als een paradigma van witte mannen, dan zaag je op de tak waar je aan zit, want dan kan je dus ook geen raciale kritiek meer geven, want dan houdt alles op. En dat vind ik dus ook vervelend nu, dat mensen nu ook, en dat we dat zelf ook eigenlijk, ik begin het te merken dat ik dat zelf tegen beter weten in, ook zie dat ik denk van ja, maar wij zijn hier weer twee witte mannen. Maar zo moeten wij ons niet zien. Wij zijn hier vanwege de ideeën, we wisselen ideeën uit. Nou, toevallig zijn we wit, maar om te zeggen van ja, maar jij bent man, jij bent wit en jij bent ook nog heteroseksueel. Dat is allemaal, dat is niet de goede manier om ernaar te kijken. En dat is wel wat nu wordt mainstream, dreigt te worden. Ja, dat raakt aan de problematiek binnen de woke-beweging van het cancelen. Men heeft het zelfs over de cancelcultuur. Ja. Nu, uiteraard voor jou als liberaal, humanistisch, filosoof, ethicus, is vrije meningsuiting vanzelfsprekend van groot belang. Ja. Behandel je dat ook in je nieuwe boek? Nou, dat is wel grappig. Ik heb nu een vocabulary geschreven, dat is dus eigenlijk een woke woordenboek. En dat was bedoeld als eigenlijk, ik had een ander boek geschreven, dat heette Het Spook van Woke. En dit was eigenlijk maar alleen maar de appendix. Maar die werd zo groot, dan heb ik nu eerst de appendix geschreven. En het tekstboek komt nog later dit jaar. En een van de grote, helemaal in de traditie van de verlichting, van Diderot, van Voltaire, is een verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Maar wel binnen een raamwerk. En dat vergeten mensen vaak. Kijk, bijvoorbeeld, ik vind het prima als er Holocaust-ontkenners zijn in de samenleving. Ja, iedereen mag zijn mening uiten en iemand uit zijn mening. En dan komen de rest van de historici die zeggen van wat een onzin het is. En nou, dan weten we dat weer. Maar als een geschiedenisdocent een Holocaust-ontkenner is, dan is het ontstaan. Is er een probleem, ja. En dat geldt voor meer dingen dus zo. Dus je moet kijken binnen. Maar binnen de universiteit, ja, hoe gaat het? Dus een docent mag het niet zeggen, maar iemand uitnodigen die dat zegt. En daar dus vind ik wel weer kunnen. Dus dat ligt er heel erg aan waar. Dus die nuance vind ik belangrijk om te maken. En dat is in het. Vaak zijn het sweeping statements en die zijn dan te groot, zeg maar. Maar ik ga wel heel ver in die vrijheid van meningsuiting, zoals ik al zei, die inclusief Holocaust-ontkenners of evolutie-ontkenners. Een mening mag kwetsend zijn. Een mening daarom mag zeker. Wie toe. Ja. Weet je waar we nu, ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar de vraag is, nu er een oorlog is, van hoe ga je met de vrijheid van meningsuiting en mensen die tot de tegenkant behoren in Nederland hebben nog steeds. Ik denk vrij ver. Dus, maar bedoel, we hebben dus in de Tweede Kamer in Nederland mensen zeggen die voor de Russen die zijn. Die Poetin gaan steunen. Dus. Ja. Dus ja, dat ja, in verre is dat. Wel, er is hier misschien een verschil tussen woorden en daden. Ja, dat is wel een. Het is over difficult hard cases gevonden. Van, ja. Is dit wel een. Maar ik denk dat bij twijfel altijd toestaan. Maar dus mensen mogen ook wetenschappelijke nonsens verkondigen, complottheorieën enzovoort. Ja, maar dat, ja, maar we komen je uit mensen, zo'n periode, maar dat gaat nu gewoon door, ze switchen gewoon naar een ander onderwerp. Maar je zegt mensen, maar dat ligt eraan welke voor functie je hebt. Als je arts bent, mag het niet. Als jij als hoogleraar, dat mag het niet. Dus het ligt aan wie het zijn. Mm-hmm. Ja. Als hoofdredacteur van een kwaliteitskrant mag het niet. Zo is het een probleem, natuurlijk. Dus. Ja. Nu, je verdedigt enerzijds Ayaan Hirsi Ali, en ik denk niet dat we die hoeven voor te stellen, iedereen kent haar ongetwijfeld nog. Maar je wijst er toch ook op dat ze in haar boek Prooi, dat is de titel van dat boek, hier en daar, ik noem het nu maar, aanschurkt tegen standpunten van rechts en zelfs extreemrechts in Nederland, België en andere landen. Ja, hoe moeten we ons daar tegenover positioneren? Ja, dat is altijd. Kijk, dat is mooi om als je filosoof bent en geen politicus, dat je dingen uit kan filteren van, nou, er zijn standpunten en die worden ingenomen door verschillende mensen in het politieke spectrum. En je kan gewoon kijken van waar de beste argumenten voor zijn. En dat kan dus best zijn dat het als een soort cherrypicking in de positieve zin, dat sommige mensen in partijen waar je misschien helemaal niet mee eens bent, toch iets zinnigs zeggen. Ja. Maar dat je ook kritisch moet zijn op de dingen die onzinnig zijn. Dus ook mensen die je eigenlijk denkt van, hé, maar hier ben ik het heel erg mee eens.
En dat geldt voor mij met Ayaan Nisi Ali, maar dat ik denk van nou, maar dat toch niet. Ja. En dat zie je dus, maar dat is met, ze is natuurlijk in Amerika, kijk in Nederland zat ze in bij de VVD, dus in rechtse kringen, maar in Amerika zit ze in bij het American Enterprise en is ze nog echt een heel stuk opgeschoven naar rechts. Ja, en dat zit toch al tegen de complottheorieën aan. Maar ja, wat niet wegneemt dat wat ze schrijft over vrouwenverdrukking in de islam gewoon correct is, vanuit jouw perspectief. Maar ik las het boek en ik was er groot deel mee eens, maar ik had wat opmerkingen. En bij de vorige boeken van haar, die ze in Nederland had ik dat niet. Ja, of toch minder, ja. Laat het ons nu nog eens over dieren hebben. Dat is al lang een stokpaardje van jou. Niet-menselijke dieren. Niet-menselijke dieren, inderdaad. De vrolijke veganist is waarschijnlijk je belangrijkste boek erover, maar het duikt vaak op in je werk, ook in dit boek. Ja. Ik zag een paar dagen geleden nog de US Animal Kill Clock. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Oh ja, die klok met die... Ja, dus net zoals je een demografische klokken hebt die de bevolkingstoename bijhouden, heb je dus ook een Animal Kill Clock. Mm-hmm. En die stond op dat moment, is echt een paar dagen geleden, half maart of een beetje eerder, op ruim 10 miljard gedode dieren. Voor de Verenigde Staten. En ik weet niet of vissen daarbij zitten. Ja, dat weet ik nu ook niet. Dat is toch zo'n een cijfer dat er echt wel inhakt, als je je daar niet goed bewust van bent. Is dat jouw voornaamste insteek hier, de massiviteit van hoe wij dieren kweken, gebruiken, misbruiken, opeten, voor doeleinden allerhande? Kijk, je boek hierover heet wel De Vrolijke Veganist, maar... Het is natuurlijk een boek waaruit enorm veel verontwaardiging, spreekt. Nee, ik ben een utilist, tenminste in sommige opzichten. En dat gaat mij dus, om leed te verminderen. Primair leed verminderen. En dan gaat het dus om, welke wezens kunnen leed ervaren? En dat zijn dus meer dan alleen mens. Dat zijn dus een groot deel van de niet-menselijke dieren kunnen dat ook. En dan ga je kijken, van... Hoeveel van dat leed wat er is, is voorkombaar leed? Dan korte antwoord is, alle dieren in de bio-industrie, dat is voorkombaar leed. Maar dat zie je als een hockeystick, sinds de jaren 60 is dat een hockeystick groei, exponentiële groei wereldwijd. En ook met name in Nederland. Nederland heeft de tweede grootste exporteur van varkensvlees ter wereld. Nederland is heel klein en is een enorme varkensexporteur in Nederland. Dus in Nederland wonen bijvoorbeeld ook, behalve 70 miljoen mensen, 300 miljoen niet-menselijke dieren. En die 300 miljoen menselijke dieren die worden allemaal zonder uitzondering geslacht of vermoord. Mensen vinden het vermoord alweer een moeilijke term, want we hebben gezegd, mensen die kan je niet slachten, maar die kan je vermoorden. En dieren kan je niet, dat noemen we dan slachten, maar het is natuurlijk zelden, van het leven beroven. En dat is totaal onnodig, want wij kunnen dus leven op een plantaardig dieet. En ja, daarom ben ik daar verontwaardigd over. Ik ben dus een slachtofferfilosoof, en die zin ook, ik probeer een stem te geven aan degenen die geen stem hebben. Want ik heb zelf helemaal geen last van een slachtofferrol. Syndroom of wat dan ook. Dus ik ben heel erg geprivilegeerd. Ik heb de 7 vinkjes, om maar even te zeggen. Maar desalniettemin kan ik dus een stem geven. En ik ben en mijn boosheid, felheid, verontwaardigheid komt dus voor als ik me dus maar inleef in die slachtoffer. Of als ik die naar die kelkenleden kijk. Daar word ik boos over. En dat mensen dus inderdaad, ik dacht altijd zo van, je legt het ze uit en je geeft ze voorbeelden en alles en dan helemaal klaar. En je geeft ze zelf praktische tips, maar dat doen ze toch niet, zeg maar dus. Mensen geven niet zomaar hun eetgewoontes op, om het heel bazaal te zeggen. Nee, maar überhaupt niet hun gewoontes, want er zijn ook slechte gewoontes. Het gaat ook om jonge besnijdenis, willen ze ook niet zomaar opgeven of... En vind je dat mensen die toch nog dieren blijven eten, zou je dat, en die een alternatief hebben... Zou je dat ronduit onethisch of immoreel noemen? Ja, vind ik immoreel. Ja. Als je het weet dat je het doet, je onnodig. Kijk, wat immoreel is, ligt natuurlijk aan hoe je het definieert. En als je zegt van het onnodig toebrengen van leed en op hele grote schaal
is onethisch. En als je daar aan meedoet, is immoreel. Ja, dat kan je niet anders zeggen dan dat een vleeseter immoreel is, als je het weet. En in Nederland is ook nog zo, je kan het niet, het is ook nog eens een keer immoreel om het niet te weten. Want je kan wel zeggen, ik wist het niet, maar als er genoeg informatie voorhanden is, kan je ook niet verschuilen achter onwetendheid. Dus dat maakt het heel moeilijk. Maar natuurlijk, de vraag is natuurlijk van, hoe communiceer je dat? En het is niet een handige manier, heb ik gemerkt, uit eigen ondervinding, om dat constant te zeggen, want dan helpt het niet. Maar aan de andere kant is het ook zo van, ik ben toch primair filosoof, en het gaat erom van, oké, we moeten eerst zien hoe het is. En ook als het een bittere pil is, en dan zijn er misschien andere mensen die het op een vriendelijke manier en een pragmatische mogelijke manier. Kijk, Tobias Lena is daar een voorbeeld van. Die vindt het misschien ook, maar die probeert het zo pragmatisch mogelijk. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, ook in dit soort kwesties natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is, ook die filosofische stem, om te kijken van, nou, ook, het is dus een heel harde conclusie, een heel vervelende conclusie, maar dan moet je toch durven om die te trekken. Ja, ze is er niet noodzakelijk minder waarom, omdat je het hard zegt. Ja, maar vele consequenties is dus dat mensen die waarvan jij houdt in je familiekring, dat die opeens ook immorele monsters zijn. Maar dat betekent ook teruggerekend dat ik dat dus ook was voordat ik het eet. Ja, dat is dan de conclusie. Ik was ook een immoreel monster, zeg maar. Ja. Dus dat moet je dan ook. Vanuit je perspectief nu natuurlijk. Ja, maar ik vind het ook laakbaar. En ik vind het van mezelf eigenlijk nog meer laakbaar dan de man op de straat. Omdat ik zeg, kijk, ik ben fulltijd aan het denken. En als ik dus, en ik had alle informatie beschikbaar. En alleen maar omdat ik te lui en te laf was om dat te doen. Dat vind ik dus laakbaar. En zo zijn we terug bij luiheid. Dat is een vorm van intellectuele luiheid. Ja. Nu, ik heb nog een slotvraagje. Je bent filosoof, maar toch ook een atypische filosoof. Je werkt ook wel aan technische papers enzovoort, maar je schrijft toch liefst essays en boeken die een breder publiek kunnen bereiken en die gaan over problemen die ertoe doen. Mm-hmm. Terwijl de academische filosofie is toch heel vaak technisch en met heel veel jargon en is filosofie voor andere filosofen. Waar de persoon ook uit verdwenen is, dat schrijf je ergens mooi, vind ik. Terwijl jij voert jezelf ook voortdurend op. In je boek over naturisme loop je zelf naakt rond en beschrijf je hoe dat voelt en welke dilemma's. En je schrijft over je eigen bekering naar veganisme en je afvalligheid in religie enzovoort. Hoe sta je tegenover die academische filosofie van tegenwoordig? Je zit zelf niet in het filosofiedepartement, dus je kunt het van op een zekere afstand bekijken. Ja, kijk, ik ben er niet op tegen. Ik bedoel, het is natuurlijk, heeft voordelen. Ik noem het wel eens filosofologie. Hè? Dus, dat schrijf je ook in. Ja. Wat wij nu wetenschap of filosofie noemen, academisch, dan is natuurlijk iets wat heel nieuw is. Dat we de filosofie zijn gaan beoefenen, academische filosofie, op een manier zoals de beta-wetenschappen dat deden al langer, is nieuw. Het mooie van de filosofie is dat het ook zichzelf te vragen zijn wat het is. En ik grijp terug op oudere tradities zoals Montaigne of misschien zelfs Schopenhauer allerlei tradities die er zijn, maar die eventjes nu buiten het kader vallen van wat wij academische filosofie noemen. En het gek genoeg schakelen we heel veel mensen academische filosofie gelijk met filosofie in het algemeen. Mm-hmm. En wordt mijn filosofie afgedaan als populaire filosofie. Zo van, je hebt A-level en dat is dan populair. Ja. Dat mag. Terwijl jij voltijds filosoof bent en veel academische filosofen filosoof zijn van 9 tot 5 bij wijze van spreken. Ja. En wel filosofie bestuderen, maar zelf niet aan filosofie doen. Nee, dat is wat ik. Dus daarom, ik vind ook. Ik schrijf over onderwerpen die me bezighouden. En dan verdiep ik me daarin. Maar dat kunnen dus uiteenlopen. Ik hou me niet zozeer. Ja, ik ben natuurlijk gespecialiseerd in environmental philosophy. Dat is ook het meeste. Maar ik bedoel, ik schrijf nu een boek over theater. Ik heb ook een boek over naturisme geschreven. Ja. Over feminisme. Dus ik wil graag die vrijheid hebben. De consequentie daarvan is natuurlijk dat je binnen die academische filosofie stationair blijft. Maar dat is prima. Ik vond het een hele boeiende bundel. Zeer inspirerend, soms confronterend, maar dat is jouw stijl, ook in je andere boeken. Mag ik tot slot, Floris van den Berg, jou vragen om nog een stukje voor te lezen uit Tegen Beter Weten In,
filosoferen aan de afgrond. Ik heb je dat vooraf al gevraagd, dus je hebt wellicht al een stukje geselecteerd. Ja, ik heb een stukje. Dat, laat ik eerst zeggen wat ik dat leuk vind, want heel veel boekenprogramma's die gaan dan over een boek. Maar dan het boek zelf komt, ja, ter zijdeling te sprake, maar ja. Dus dank je wel. Ik lees een klein stukje voor uit het slothoofdstuk, heet Omega. We hebben het al even, dat Omega-punt, ja. Behandeld. Drie alinea's. Ben je nog dezelfde persoon als toen je met dit boek begon? Met mijn ecohumanistische ideeën, zoals die in Tegen Beter Weten In zijn gestold in tekst, wil ik bijdragen aan een betere wereld. Er zijn, meen ik, drie manieren om een zinvolle bijdrage te leveren voor een betere wereld. Ten eerste, door je zo goed mogelijk in te zetten om de ecologische crisis te voorkomen of tenminste uit te stellen. De mondiale ecologische crisis moet prioriteit hebben in ons denken en vooral in ons handelen. Hoe kun jij als individu zo goed mogelijk een bijdrage leveren aan een oplossing voor die ecologische crisis? Allereerst door geen deel meer te zijn van het probleem, en ik slik mijn mantra van wat dat behelst deze keer in. Ten tweede kun je kijken of je leed kunt voorkomen, waar dan ook. Het bekritiseren van slachtofferpraktijken en het werken aan oplossingen voor het voorkomen van leed zijn een taak voor iedereen naar haar of zijn vermogen op zich zou moeten nemen. Het goede leven voor jezelf betekent dat je je inzet voor een goed leven voor anderen. Het voorkomen en verminderen van leed heeft prioriteit boven het bevorderen van geluk. Eerst naar de tandarts voor een pijnlijke kaakontsteking, pas daarna kun je genieten van een avondje toneel. En dan ten derde, kun je als individu streven naar een goed leven met zo min mogelijk leed en zoveel mogelijk geluk. Vergeet niet te proberen het beste uit het leven te halen. Het leven is eenmalig. Geniet van het moois en goeds dat op je pad komt. Carpe diem, carpe noctem. Maar geniet zonder anderen te schaden en zonder de plicht om bij te dragen aan een betere wereld te verzaken. Floris van den Berg, ik dank u zeer voor uw komst en voor dit gesprek. Graag gedaan.